Dames en heren, ik neem jullie mee in de tijdmachine naar circa 200 voor Christus. In het oude Egypte staat de Griek Eratosthenes op het punt om een revolutionaire ontdekking te doen. Door een stok in de grond te steken en te kijken naar de schaduw, constateerde hij dat de zon precies boven de stad Syene stond. Toen hij dit experiment herhaalde in Alexandrië, constateerde hij dat de zon in een andere hoek stond. De aarde moest dus wel rond zijn. Deze geleerde bewees dit door de wetenschap te bedrijven in de puurste vorm. Een meetinstrument, de stok, en een manier om de gemeten data te interpreteren, het gezonde verstand. Het idee van een ronde aarde bestaat dus al honderden jaren. De laatste tijd lijken er echter steeds meer mensen te zijn opgedoken die twijfelen aan dit idee. Deze groep, de Flat Earth Society genaamd, kent leden van rondom de aardbol. De Flat Earthers zijn echter niet alleen. Overal vindt men tegenwoordig groepen die blijven geloven in iets wat al lang weerlegd is. De opkomst van deze groepen fascineert mij mateloos. Hoe kunnen deze mensen, ondanks het feit dat hun denkbeelden voor de geboorte van Christus weerlegd zijn, blijven geloven in een platte aarde? En kunnen wij hier een les uit trekken? Als we ze moeten geloven, beoefenen Flat Earthers de wetenschap. Dit betekent dat ze eerst de stok en vervolgens het gezonde verstand van Eratosthenes zullen moeten hanteren. De stok is in dit geval vaak het internet. Sinds de introductie van het internet is er immers een schat aan informatie toegankelijk geworden voor het grotere publiek. Vrijheid van informatie is noodzakelijk om deze enorme diversiteit aan kennis te creëren. Dit faciliteert vooruitgang en behoud van zowel wetenschap als democratie. De stok hebben we dus, nu het gezonde verstand nog. De vrijheid die we hebben impliceert ook een verantwoordelijkheid. Het is namelijk aan ons de taak om als consument van informatie het onderscheid tussen feit en fictie te maken. Dit is waar het fout gaat bij Flat Earthers. Ze wisselen Eratosthenes' denkstappen om. Ze kiezen eerst hun wereldbeeld en gaan vervolgens op zoek naar een stok waarmee de zon wel boven Alexandrië lijkt te staan. De reden dat ze deze denkstappen omwisselen is dat ze niet bereid zijn hun wereldbeeld aan te passen. Dit wereldbeeld geeft ze immers een gevoel van veiligheid. Wat kunnen we leren? Het eerste is om je denkbeeld uit te durven dagen. Het is noodzakelijk om in discussie te treden over de zaken die je belangrijk vindt. Wellicht kom je erachter dat je je in een internetbubbel bevond, waarin de geaccepteerde waarheden niet conform zijn met de werkelijkheid. Om Eratosthenes zelf te citeren, geloof niet alles wat je op het internet leest. Althans, dat heb ik ook maar ergens online gevonden. Groeien als mens, de tweede is om je ongelijk toe te durven geven. Groei als mens kan slechts bereikt worden wanneer je bereid bent je denkbeelden los te laten, wanneer je tot nieuwe inzichten komt. Dit is geen teken van zwakte, maar een teken van volwassenheid. Het is goed om de stok te gebruiken, maar vergeet vooral het gezonde verstand niet. Dank u wel.